Je kijkt naar Platenbazen en deze keer gaan Stefan en Daniek de strijd aan met niemand minder dan Julia en Lieke. We gaan snel beginnen met het raden van intro's. Kijk, het zit er lekker in. De knoppen zijn de eerste 5 seconden bevroren, zodat iedereen lekker rustig kan luisteren. Ik zou zeggen, Kim, gooi hem erin. Wat is dit? Is dat geen wereldnummer? Dan zou het... Zou ik drukken? One Republic... Ja, die is het. Is een noodgeval. Dat is hem. Dat is hem, denk ik. Een noodgeval. Steve. Zeg, nee, Daniek. Daniek. Zeg maar, die jij dacht dat het was. One Republic... Met? Nee, jullie krijgen nog een kans om te raden. Dat was hem niet, dat was hem niet. Nee? Zeg je wel wat je dacht? Ja, ik ben een beetje toondoof. Denk ik. Maar doe eens. Let me run away, run away, my friend. Die had ik niet. Wat zeggen we als antwoord? Run away. Ja, dat dacht ze ook. Run away, pink. Nee, what the fuck. Nee jongens, het was Davina en Michelle met Heartbeat. Kim, bring it on. I'm walking on my heartbeat. Jullie houden het gewoon lekker spannend, jongens, want het staat nog steeds 0-0. Steve. Super spannend. Wie heb jij meegenomen? Ik heb Daniek meegenomen. Ze is natuurlijk bekend van TikTok, bekend van de mooie foto's op Instagram. Ja. En een stukje jonger dan ik, dus ik dacht, haar moet ik hebben. Zij weet veel van de muziek van nu. Ben je een beetje goed in muziek, raden? Nou, ik ben heel goed in de muziek en ik kan het heel goed meezingen. Maar zodra het aankomt op artiesten en de namen erbij... Oké. Okay. Ik twijfel een beetje. Maar je zegt, ik kan goed meezingen. Kan je ook goed zingen? Nog. Ik hou heel erg van zingen, maar ik denk niet dat je er gelukkig van wordt. Als je houdt van zingen, kan je wel vaak zingen. Ja, want wij zouden dat nooit zeggen. En hier is dat goed genoeg. Hier is alles goed genoeg. Hier is alles goed genoeg. Precies. En dan ga ik even naar het lieve team Julia. Wie heb je meegenomen? Ja, ik heb mijn lieve vriendinnetje Lieke meegenomen. Yes. Ja. En dit is Prinses Podcast, Prinses Pilsie, Prinses Peukie. Ja. Dus dat gaat heel goed. En ik hoop ook Prinses Plaatjes. Ja, ik hoop het ook. Daar moeten we achter zien te komen. Maar ik denk dat jij hier wel goed in bent. Nou... weet ik niet, Iris. Ik kan niet heel goed presteren onder druk. Nee? Nee. Dus voel je druk? Ik voel wel druk. Ik wil gewoon winnen. Ja. Hebben jullie onderling een beetje rivaliteit? Want jullie werken ook vaak samen. Klopt. Ja, we nemen het vaker tegen elkaar op. Dus vandaag weer. En wie wint er het meest? Ik. Nee, geen idee. Nee. Okay. Nee. Oeh, dit is een battle hier. Dit is een battle hier, hoor. Ik voel hem. Dus we gaan snel door met de eerste ronde. Push it. Brandels, je houdt het niet meer. Think and never gonna not dance again. Ja! Yes, ik kan het niet. I'm never gonna not dance again. I'm never gonna not dance again. Oh, I just wanna pop and lock up my records. There go all of my clothes. Never gonna not dance again. Kijk! Woe. Gelijk ook eventjes, jongens, een applaus voor Kim en de band. Ze zijn er weer, ze zijn er weer. Op welk team zou jij je geld inzetten? Oh. Al je geld. Nou, Lieke ken ik een beetje. We hebben wel eens gedanst samen in de Zeker. Woonkamer. En, in de woonkamer. Dus ik denk Lieke... Ja, nee, maakt niet uit. Als ik jou was geweest, had ik die franjes niet aangedaan. maakt niet uit, ik snap dat je maakt. Nee. Oké, okay, game is on volgens mij. Ik zie echt gespannen koppies. We gaan snel door met de derde intro. Verdomme. Zeg het maar. Fleming. Het is Fleming met automatisch toch gewoon. Godverdomme. Oh. Nou, ik kijk even naar links. Amsterdam, is... bitch. Nee. Bitch? Amsterdam. Ik wil nu een Amsterdam. Amsterdam. Ja. Ik ga jou vertellen dat het anders kan. Ga met me mee naar hartje Amsterdam. We boeken een suite. Ik ga jou vertellen dat het anders moet. Kom maar bij mij, dan zit het altijd
lekker zeg. Oh mijn god, jij zat in de clip natuurlijk, maar van Zij Wil Mij. Zat jij, heb jij in deze clip gespeeld van dit liedje? Nee, van Zij Wil Mij. Of Zij Wil Mij. Je hebt getongd met Fleming. Nee. Gezoend. Nee. Oh, scoop. Oh. In de clip, bedoel ik. Oh, in de clip. Oh, jezus. Ja, ik weet niet veel. Nee, ja, in de clip klopt. Ja, dat bedoel ik. Sorry, klopt, ja, weet ik veel of jullie in een keer hebben getongd. Ja, nee, ja, ik dacht, waar zei nou over? Het was een hele hitsige clip wel. Ja? Ja, ja, was leuk. Ben jij een beetje fanatiek? Ik ben heel fanatiek, maar... Kan je maar, goed tegen verlies? Nee. Nee, helemaal niet. Heel gezellig aan deze kant. Ga je dan net als Steve zeg maar de studio slopen? Moeten we alvast een beetje ons paraat maken? Ik zal me proberen in te houden. Oké, okay, hoeft niet hoor. Hoeft niet? Steve ligt. Oké. Okay. Toch? Oh, is goed om te weten. We gaan door met intro 4. Kom op. Drivers license. Namelijk Driver's License van Olivia Rodriguez. Rodrigo! Nee, dat telt niet. En het lullige hieraan is, het is dus niet goed. Dat betekent dat jullie het rustig... Mogen we nog luisteren? Kalmte mogen. Zullen we even lekker eerst luisteren? Ik weet hem. Je weet het 100%? Oké, let's go. Driver's License van Olivia Rodrigo. Hey! Hey, lekker, hoppatee! Nee. Tussenstand na ronde 1 is tromgeroffel. 2-1. En we gaan snel door met ronde nummer 2. Oké, het is tijd voor een van mijn favoriete rondes. Dit is heel lekker. Het is namelijk tijd voor Die Da Do It. De ronde waarin je alleen maar mag zingen met het woord Die Da of Do. Heel goed, jongens. Een van de twee teamleden gaat hier op deze trail laten staan. We hebben hem even lekker opgepompt. Hij staat knijterhard. En de ander moet gaan raden om welke titel en artiest te gaan. Oh my god. Ew, holy shit, dit is best... Ja. In totaal kan je 20 punten verdienen. 1 voor de titel, 1 voor de artiest. En je hebt 1 minuut tijd om te raden. Ja. Ik ga beginnen bij jullie. Oh, echt? Gaan wij beginnen? Dat gaan wij doen. Ja, jij gaat lekker raden. Ga ik raden? Je gaat lekker raden. Ga jij op dat ding? Maak ze helemaal gek. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit is. Nou, het is niet prettig per se, maar het moet wel. Oké, lieve Daniek. Ik ga je de kaars geven en dan gaat de tijd lopen in 3, 2, 1, go. The night of night for air. Boom, 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 boom. Fanga boys. Ja, hoppa. Nice. Shirt uit en zwaaien. Van Gebroeders Kool? Gaan we door. Nee. Je mag het passen, niet weet. Lawine boys. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta 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 ta. Sweet Caroline, wow, van wat is dit? Lawine Boys, Gebroeders Co, Frans Duitser, carnavalsplaten. Michael Jackson, Billy Jean, Smooth Criminal, Black and White. Oké, maar ik hoorde geen ding. Nog 5 seconden, jongens. Thriller. Dit was wel dance. Hey, supergoed. Thriller was eerst. Supergoed gedaan. Best goed, jongens. Jullie hebben het mega goed gedaan. Ja, we hebben het mega goed gedaan. 6 punten. Ja, dat mag. 6 punten. Zes. Nou, hey. Hoppatee. Dat is meer dan 1. Dat is meer dan 1. Maar wie gaat er bij jullie staan? Ja, we weten het echt niet. Zij is blijkbaar toondoof. Ja, als ik dan een liedje moet zingen, dan in mijn hoofd klinkt die goed. En dan komt er iets heel anders uit. Oh ja. Oh. Maar raden vind ik ook moeilijk. Nee, maar dan vind ik gewoon dat jij moet gaan staan. Ja. Ja. Jij wil gewoon winnen, vriend. Nee hoor. Oh, dit is leuk. Wee. Oh, we komen tieten. Hoe blijf jij erop staan? Oh, dit is leuk. Ik wil dit in mijn huis. Oké, ben je klaar voor liefde? Oh ja, ik ben focus. Focus. Hier, deze kant. Hey, de tijd gaat lopen.
Pitbull Desire. Desire. Next up. Als het niet gaat, next. Oké. Ik ken het niet. Da di 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 Nog 10 seconden. Nee, ook niet. Maar die, 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 oh ja. Die, 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 Het is namelijk niet Put a Ring on It. De laatste die goedgekeurd was namelijk Single Ladies van Beyoncé. Helaas, helaas. Ja. Dat brengt jullie op 3 punten tegenover 7 punten. Hey! We gaan snel door met de allerlaatste ronde, de sing-off. Het is tijd voor de allerlaatste ronde, de sing-off. De band speelt zo een nummer. En denk je dat je het nummer goed genoeg kent om het ook echt af te zingen? Dan druk je echt als een gek op die knop. Maar let goed op, want je moet het wel correct afzingen. Dan krijg je 3 punten, dus... Alles kan nog gebeuren. Als je het niet goed afzinkt, gaan er ook 3 punten vanaf. Ja. Ja? Oké. Okay. Okay. Moeilijke zijn er nummers keuze. Waar jullie een beetje op hopen? Ja, jij over de Young-muziek. Ja, ga ik goed op. Op Young-muziek, ja. Dus lekker ja. Oh, en Nederlandstalig vind ik top. Nederlandstalig, oké, okay, hier. Ja, tegenovergestelde, denk ik. Ik dacht techno. Nee, niet. Ja, ook. Lekker even. Ik wil lekker een beetje techno. Er zit geen zang in. Ja. Lieve Kim, zet het eerste nummer maar in. Heel goed, puntje binnen. Je mag direct al slaan. Ik ben wel benieuwd hoe het echt klinkt, want dit klonk echt niet. Fingers crossed, hoe toepasselijk. Ja. Hoe toepasselijk. Op dit moment dat voel ik jullie nodig. Dit. Want dit is voor jullie nodig. Oké. Toepasselijk. Game is jongens. Nog steeds volledig aan. Het staat 6-7. Ik wil alleen jullie kort herinneren waar we nou eigenlijk om spelen. Want dit is wat je boven je bed wil hangen in je slaapkamer. Ja, dit wil je. Dat je er toch even ook naar kijkt. Ja. Toch? Ja. Mag ik hem even aanraken? Je mag hem aanraken. Het is een... Uniek piece. Weet je hoe dit voelt? No? Van ons. Ja, nice. Shots fired. We gaan door naar het tweede nummer. Zullen we doen? Ja, let's go, Kim. Even voor je performance, want je ging er helemaal headfirst in. Wat zong je? Ja. Don't ever think about the rain. Nee. Bijna. Je wacht ook lang. Dat komt je wel duur te staan, Jul. Want dat betekent dat er 3 punten vanaf gaan. Oh ja, natuurlijk. Ja. Jul, dus team. Eigenlijk, zit ik even te rekenen, is het 3-7. Ja, ja hoor. Dus we zijn weer back. Dat betekent dus, eigenlijk wel iets, maar dat maakt niet uit. Want als jullie niet opgelet, gaan we gewoon lekker door met het laatste nummer. Ik wil niets liever met een blik in je liefde. Als je me mist,
Pak maar. Laat me wezen, zeg maar dat je down, down, down bent. Ik wil dat je niet in bed loopt. En bent een dag vertraagd. 130 had een fles ook. Op bij jou te zijn. Ja, Ik dacht, ik ga het dubbele punt. Nee, dat is ik goed. Ik kende hem, maar ik dacht, ik durf niet. De vorige partij gevormd aan deze ja, kant. Ja, dat is niet normaal, hè? En nou, bedoel, ze maken het zichzelf moeilijk door het fout te doen, maar ze gaan wel goed. Ze gaan wel goed, maar het boeide helemaal niks. Niet goed genoeg. Want het betekent gewoon dat we eindigen met een stand van 6 punten versus 7 punten. En dat betekent dat de gouden platen Kim, Stefan en Aniek gaan. Bedankt voor het kijken, jongens. Dit was Platenbazen. Laat in de comments weten wie jij vond. Ja, dat de mooiste stem had, de lekkerste uithaal. Wij gaan nog even lekker doorvieren. Kimberly, gooi maar erin. Ik wil dat je niet wegloopt. Met de nacht verdwijnt.